In mei is de finale van de Beker van België traditioneel een hoogdag in het minivoetbal. Bij de U13 zijn we intussen aan de halve finale toe. En Mini Appels en Opelhaak Drongen doen een gooi naar een plaatsje in die finale. De bezoekers nemen de beste start in deze wedstrijd. Matteo Haren stuurt de bal diep tot bij Leon Vervaat. En die brengt Drongen meteen op voorsprong. Even later een quasi-identieke aanval. Dit keer is de kans voor Van der Beken. Van de Kouter redt dit keer. De eerste periode verloopt in het voordeel van Drongen. Opnieuw een kans voor Van der Beken, maar die heeft pech bij de afwerking. Appels herstelt dan het evenwicht, maar het laat wel een schepcorner onbenut. Via Leon Vervaat komt Drongen dan dicht bij een tweede doelpunt. Drongen neemt iets meer het initiatief, maar Appels gaat daar heel goed mee om. Van de Kouter brengt met deze fraaie trap zijn ploeg langs zij 1-1 halverwege de tweede periode. En de gelijkmaker doet Appels deugd. Het zet goed druk en komt zo dicht bij een 1-2 voorsprong. Voor deze fase is het woord flipperkast minivoetbal uitgevonden. De verhoopte voorsprong voor Appels blijft uit. Bij het begin van de derde periode een eerste kansje voor Drongen via Bent Sedijn. Van de Kouter zit er opnieuw tussen. Het blijft een bijzonder spannende halve finale. Een stevige trap van Van Hekke, maar Harens houdt de 1-1 op het bord. Van de Kouter probeert het dan ook eens uit de tweede lijn, maar Harens zit er opnieuw goed tussen. Kansen zijn er aan beide zijden. De Keizer vindt Van de Kouter op zijn weg. Na een balrecuperatie komt Sedijn ook heel dicht bij de 1-2. Het doelpunt valt aan de overkant. De steal is van Van Hoeken en Arvin Idins duwt binnen 2-1. Drongen slaat evenwel meteen terug. De bal caprioleert voor de voet van Vervaat en die laat de kans niet liggen. 2-2, alles is te hertoe. Appels is intussen op één strafcorner van een schepcorner en die komt er ook. Uitblinker Van de Kouter brengt Appels op voorsprong nog anderhalve minuut. En dicht tegen het laatste fluitsignaal krijgt Appels nog een strafschop. En die laat Van de Kouter niet liggen. 4-2, Appels speelt de finale. Dat was het probleem dat wij niet konden een oplossing vinden soms. En moesten te vlug de lange bal spelen, omdat we ook te vlug balverlies hadden. En dat is ook ons spel niet. Normaal zijn we veel sterker in de korte combinatie, langs de grond. Bal vraag centraal, gebeurde veel te weinig. Ja, dat kan gebeuren. Dus natuurlijk, in beker is het alles of niks natuurlijk. Hè. Onze keeper is een supersterk sluitstuk. Dat kunnen we niet wegsteken. Dat is eigenlijk een topper in wording. Misschien is hij al een topper op dit niveau, op zijn leeftijd. En dan eigenlijk de werkmentaliteit van allemaal onze jongens. Die was vandaag iets groter dan die van Drongen, denk ik.